Op dit moment wordt er groot onderhoud gepleegd aan de Kaagbaan. Dit is een van de hoofd start- en landingsbanen op Schiphol en loopt van zuidwest naar noordoost. De baan is 45 meter breed en met een lengte van 3490 meter is het de één na langste baan op de luchthaven. 3 weken lang wordt er 24 uur per dag gewerkt om de baan zo snel mogelijk weer in gebruik te krijgen. Gemiddeld zijn er 100 mensen tegelijk aan het werk die gebruik maken van zo'n 50 verschillende machines. De grootste uitdaging zit hem toch wel in het op tijd afkrijgen van de werkzaamheden en zorgen dat alles binnen planning loopt. Ja, voordat we het asfalt kunnen verwijderen, moeten eerst alle lampen uit de baan verwijderd worden. Daarna kunnen we het asfalt verwijderen. In alle vakken komt uiteraard ook nieuwe markering op de baan. Daar waar we geen asfalt verwijderen, daar wordt de beleiding opgefrist. Naast verlichting en markering bestaat een baan uit asfalt. Tijdens dit onderhoud wordt het asfalt op een groot deel van de baan, inclusief de op- en afritten, vervangen. In het totaal gaat het om een oppervlak van zo'n 110.000 vierkante meter. Wat het precies inhoudt is dat er een kunststof toegevoegd wordt aan het asfalt, waardoor het asfalt iets taaier wordt. Waardoor we wat minder snel scheuren krijgen vanuit de ondergrond. Ja, we moeten hier in een hele korte tijd een heleboel werkzaamheden verrichten. Ja, Schiphol is natuurlijk een heel bijzondere omgeving. En juist om met alle heimansbedrijven hier aan het werk te kunnen zijn, maakt het een heel bijzonder project. Kijk voor meer informatie over het onderhoud van de Kaagbaan op bezoekbas.nl.